Goedendag. Vandaag hadden we nog te maken met enkele zonnige perioden. Maar komende tijd gaat dat er toch wel anders uitzien. Want een ander weerpatroon is aanstaande. Dat licht winterse weer, wat we zeker in het noordoosten van het land hebben gehad. Dat gaan we wel echt achter ons laten. En daar gaan we dieper op in in deze tiendaagse weersverwachting. Daarvoor pak ik even het Amerikaanse weermodel erbij. Op dit moment hebben we te maken met een hoge drukgebied. En ook die hoge druk-invloed hebben wij nog mee te maken. Met name het noordoosten van het land. Daar koelt het af en toe nog flink af. Ook komende nacht hebben we nog op grote schaal met lichte vorst te maken. Maar daarna is toch een ander weerpatroon aanstaande, zoals ik net al zei. Als ik de animatie aanzet, zien we dat ook goed gebeuren. Lage drukgebieden komen steeds dichterbij. En voeren toch ook regenzones en meer wind aan. En dit is eigenlijk een patroon wat we heel erg vaak zien in de Nederlandse winters. Lage druk bevindt zich dan vaak ten noorden van ons. Hoge druk juist ten zuiden. En daartussenin staat dan vaak die zuidwestenwind. die dan ook die wisselvalligheid met zich meebrengt. Eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Als ik de animatie dan aanzet, zien we dat dat beeld eigenlijk vrij lang wel aanhoudt hoor. Continu die depressies die weer worden aangevoerd. Maar toch op termijn, in de loop van volgende week, ziet er toch wel weer iets van verandering aan te komen. Dan verwijder ik even de pijltjes. Dan zet ik hem weer even aan. En dan zien we een hoge drukgebied opbouwen op de oceaan. En die probeert zich toch steeds meer richting het vasteland van Europa te verplaatsen. En dat betekent dat we vanaf dat moment misschien weer met wat droger weer te maken krijgen. Winterweer, dat verwacht ik niet. Maar onder zo'n hoge drukgebied kan het wel flink gaan afkoelen. En in de nachten kan het dan toch wel weer vorst op gaan leveren. Dus in de loop van volgende week, dan stopt die wisselvalligheid misschien wel weer. Maar eerst moeten we even door die wisselvalligheid heen. En die wisselvalligheid, dat heeft ook alles te maken met de straalstroom. Op dit moment bevindt hij zich eigenlijk voornamelijk ten zuiden van ons, waardoor wij dus met dat rustige en lichte winterse weer te maken hadden. Als ik de animatie dan aanzet, zien we dat die straalstroom zich steeds meer richting onze omgeving gaat verplaatsen. Eerst meanderde hij nog vrij veel, maar in de loop van de week gaat hij steeds meer als een soort lineaal over onze omgeving trekken. En dat betekent dat de zich daar ook goed op kunnen gaan ontwikkelen. Die lage drukgebieden die we net al zagen, het zou best wel kunnen dat daar ook randstoringen op gaan vormen. En dat zou misschien wel tot enkele stormdepressies kunnen gaan leiden. Of die ook precies over Nederland gaat trekken, dat is nu natuurlijk nog erg onzeker. Maar in potentie is dat toch wel een ingrediënt voor stormachtig weer. Nou, stormachtige weer hebben we nu natuurlijk absoluut nog niet mee te maken. Komende nacht kan het zelfs op grote schaal weer licht gaan vriezen. Woensdag overdag temperaturen zo tussen 2 en 6 graden, met de laagste waarde nog in het noordoosten van het land. Als ik de animatie aanzet zien we inderdaad dat komende nacht het op grote schaal toch wat licht kan gaan vriezen. Waarschijnlijk de laatste vorstnacht. En dan morgen overdag is het zeker in het noordoosten toch ook nog wel vrij koud hoor. Temperaturen rond een uur of één komen maar nauwelijks boven het vriespunt uit. En in de rest van het land, daar liggen de maxima waarschijnlijk zo rond een graad of 4 à 5. En blijven die temperatuurverschillen dus nog wel even aanwezig. Donderdag overdag is het daarbij overwegend droog, maar de bewolking die neemt dus wel toe doordat al die storingen toch wel ook ons land beginnen te naderen. Nou, in de pluim is ook goed terug te zien dat we met een ander weerpatroon te maken gaan krijgen. Die pak ik er even bij. En dat is even goed om te vermelden dat begin december, in de periode van 1 tot en met 10 december, de gemiddelde maximumtemperatuur zo rond 7 graden ligt. En de minimumtemperatuur die ligt zo rond 2 graden. Nou, en dan zien we dus heel goed dat we daar komende periode toch echt wel boven gaan zitten. Gemiddeld een graad of 10 overdag, maar ook de minima ja, die komen echt wel hoog uit in vergelijking met wat we normaal in deze tijd van het jaar mogen verwachten. Toch zien we dat in de loop van de nieuwe week het aantal leden met vorst ook weer begint toe te nemen. En dat is dus ook te koppelen aan het hoogdrukgebied wat zich waarschijnlijk in de loop van volgende week ook meer over onze omgeving gaat ontfermen. En dat is dan ook weer goed terug te zien in de neerslagkansen. Want onder een hoge drukgebied zijn de neerslagkansen natuurlijk ook kleiner. Eerst is die oplevingen van die neerslagkansen in de loop van de week, maar in de loop van volgende week dan zien we toch weer die daling van de neerslagkansen door meer invloed van hoge druk. En dan kunnen we dus misschien weer een licht wintersweertype verwachten met wat vorst in de nachten. Samenvattend, eerst krijgen we dus meer wisselvalligheid, met mogelijk ook meer wind en misschien zelfs een stormdepressie die ergens over Europa gaat trekken. Waar precies is natuurlijk nog onzeker. Daarna weer een terugkeer van wat rustiger weer, maar echt winterweer, dat hoeven we voorlopig niet te verwachten. Wil je nou meer weten over het weer? Ook onder andere onze 30-daagse verwachtingen, normale weerberichten of explainers? Abonneer dan vooral op ons kanaal en dan zien we je graag de volgende keer weer terug.